Ja, goedenavond lieve vrienden, we zijn hier weer, uh, woensdagavond, we bidden voor elkaar, kaarsje laten branden, wijsheid, wijsheid van God, daar gaat het om. Niet de wijsheid, de begeerlijkheden van deze wereld, die vergaat, die gaat voorbij, maar de wijsheid van God. En uh, als, ik, als ik kijk naar de meeste vrienden van mij, als ik erover nadenk, maak ik altijd een lijstje met namen, staat uw naam ook op, dat wordt voor u gebeden. Dan zijn de meeste vrienden die hebben verdriet pijn, angst, ziekte, ellende. Maak veel mee. Maar ze zeggen altijd weer Jan. God is bij ons. Dat is wijsheid. Het was door uw ellende heen om dat te kunnen zeggen: God is bij ons. Hij is bij ons. En ik heb Daniel 2, vers 19, daar gaan we mee beginnen. Daniel schrijft er ook over de wijsheid. God maakt de droom bekend. Daniel was een profeet, een wijze man. Leefde dicht bij God. Hij kende God. Hij wist wie God was. Hij wist wat hij van God kon verwachten. Nou, als je vandaag de dag alles een beetje volgt, de virus die heerst en allerlei ellende, mensen zijn angstig. Ik merkte vandaag een put op de markt ook. De mensen worden bang. Ze zijn een beetje angstig. Er zal eens wat gebeuren. De scholen dichtgaan. Of dat je nergens meer terecht kunt komen. Angst. Daniel. Een wijze man. Wat zegt Daniel? Wat zal Daniel vandaag gezegd hebben als hij over de markt liep? Hij dankt de God van de hemel. Daar begint hij mee. Nou, ik heb Monique gehoord. Monique zegt, ik ben uit het ziekenhuis. Ik ben gered. Ik ben gelukkig weer thuis. Dankbaarheid. Nou, Daniel begint gewoon. Hij dankt de God van de hemel. En hij zei, God... U bent wijs en machtig, Amen. Dat is het. U bent wijs en machtig, wijsheid van God. Daarom moet iedereen U danken. Nu, ook als het je slecht gaat, en altijd. Dat is de wijsheid die Daniel uitspreekt. God, U bent wijs en machtig. Daarom moet iedereen U danken. Nu en altijd, en hij begint er ook mee. Daarom dankte hij de God van de hemel. Omdat God wijs is. Wijsheid van God. En machtig. En ik zat zelf te denken: bid om kracht en wijsheid. Nou, hier zegt Daniel het al: wijs en machtig. Het komt alleen maar van God. Maar nu komt het. U leeft vandaag en morgen weet u niet. U weet niet wat er over twintig dagen gebeurt of een paar weken. U weet het niet. Maar dan zegt Daniel: U bepaalt elke dag wat er in de wereld gebeurt. Nou, is dat geen wijsheid? U bepaalt elke dag wat er in de wereld gebeurt. Nou, als u een kind bent van God, u bent gered en u gelooft dat God bestaat, de zon komt op, u weet, God regeert. Alles gaat gebeuren zoals God het wil. U bepaalt elke dag wat er in de wereld gebeurt. U wijst koningen aan. Die moeten regeren. U maakt mensen wijs en geeft ze verstand. Voor u is niets verborgen. Bij u is alles licht. U kent alles wat in het donker is. U bent altijd ons God geweest. Ik dank u, dat begint Daniel weer, want u geeft mij wijsheid en kracht. Wauw. Eerst zegt hij: Ik dank God. Tweede zegt hij: U bent wijs en machtig. En nummer drie komt hij bij zichzelf terecht, dat God hem wijsheid en kracht geeft. Dus waar komt uw wijsheid vandaan? Degene die de wijsheid heeft en de macht. En zo zegt Daniel: U geeft mij wijsheid en kracht. Dat is een mooi gebed. U hebt geluisterd naar het gebed van mij. U hoort mij. En wat David ook gesproken had over de brief van Jacobus. 1 vers 5. Schiet iemand van u tekort in wijsheid. Denk aan Daniel. Dan moet hij haar vragen aan God. En hij zal het hem geven. Want God geeft aan allen zonder voorbehoud, zonder een of ander iets om na te denken en zonder verwijt de wijsheid die we aan van hem bidden. Bid om die wijsheid. En dan mogen we zijn als een Daniel. Geweldig, mooi, kun je het niet vertellen. God is hem. God, u bent wijs en machtig. En ten tweede, verheerlijkt u in ene naam, God. U bepaalt elke dag wat er in de wereld gebeurt. God regeert. Waar bent u bang voor? Als God uw vader is. Waar zijn we bang voor? Waar praten we over? Als ik op de markt loop, praten we allemaal over angst. Er is iets gaande in de wereld. Maar zegt Daniel: U bepaalt elke dag wat er in de wereld gebeurt. U regeert. Voor u is niets verborgen. Bij u is alles licht. Waar God is, is licht. U bent licht als Christus in uw hart is. Want u geeft mij wijsheid en kracht, zegt Daniel. En dat zegt Jacobus hier ook. Bid om wijsheid en hij zal u geven. Wijsheid van God. Waar zitten we mee? Ziekte? Met uw werk? Problemen? Heeft u een bediening gekregen van God? Weet u niet hoe u ermee om moet gaan? Laatst iemand zei... Wat wil God dat ik doen zal? In de bediening voor hem... Moet ik wat anders gaan doen? Een andere weg in? Nou, dan is het mooi dat u bidt om wijsheid. Want dan zal u weten wat u moet doen. Want God zegt bid om wijsheid en ik zal het u geven. Dat wil ik u meegeven. U bent altijd onze God geweest. Ik dank u, want u geeft mij wijsheid en kracht. De woorden van Daniel. Ook voor u. Amen.